Het is zo'n 200 jaar geleden dat Neutraal Moresnet ontstond. Ons klein buurlandje dat aansloot bij het Drielandenpunt en hier het Veerlandenpunt van Magde. Dat klein mini-staatje van 3,4 vierkante kilometer ontstond na het congres van Wenen in 1816. Philippe Dreuge schreef er een lezenswaardig boek over en hoorde een lezing hierover in de bibliotheek van Zittert. Ja, goedemiddag allemaal, leuk dat jullie hier zijn gekomen. En dat ik even wat kan vertellen over Moresnet. Ik denk dat het goed is als ik even begin uit te leggen hoe dit is ontstaan. Want dat is een gek verhaal. Ja, deze meneer kennen jullie natuurlijk allemaal. Napoleon, het jaartal 1815, het jaar waarin hij de slag bij Waterloo verloor, vandaar dat hij een beetje bedrukt kijkt. Dit is een Engels plaatje. Ja, Congres van Wenen was eigenlijk waar alle overwinnaars van de Napoleontische oorlogen bij elkaar kwamen om te zorgen dat Europa verdeeld werd. Ze wilden nieuwe grenzen trekken, er kwamen ook nieuwe landen bij, Koninkrijk der Nederlanden bijvoorbeeld, bestaande uit Nederland en België. Ja, en die landen die moesten grenzen hebben en in Wenen gingen ze beslissen waar die grenzen precies moesten komen te liggen. En daar is een jaar lang hebben ze erover vergaderd om te zorgen dat ze de kaart van Europa opnieuw konden tekenen. Wat ze in Wenen hebben gedaan is heel erg grof neerleggen waar die grenzen precies moesten komen te liggen. Ze werden soms op een kaart ingetekend met zo'n dik potlood dat hele dorpen onder de potloodstreep verdwenen. En uiteindelijk hebben ze ook een aantal grote fouten gemaakt in de verdragstekst die er is gekomen. En een van die fouten was dat ze een gebiedje zowel aan Pruisen als aan Nederland toewezen. En dat gebiedje dat ligt net ten zuiden van de Vaalserberg. En dat is wat later bekend is geworden als Neutraal Moresnet. Le territoire contesté de Moresnet, weil eigentlich, das war nicht neutral, hè? Das war von den Niederländern und Belgiern auf einer Seite und von den Preußen auf der anderen Seite, die wollten das haben wegen der Grube. Das war die reichste Galmeigrube von Europa damals. Und vor allem war es eine Grube, wo man zum größten Teil nicht unterirdisch gehen musste. Es waren der Oberfläche, die Hälfte mindestens waren der Oberfläche. Maar dat war een kulsje eigenlijk, dat war een diep loch van een meter of 30 stuk. En dat eerste, dat war een steen eigenlijk, dat war knoepenheil. Dan bouwden ze af. Dan braten ze dan nog een plei en dan pakken ze starke bossen. Die komen er onder, de dikke onger, dikke steng onger. En dan wordt dat wie kalk gebrand eigenlijk. En dat wordt een soort poeder wordt dat. Er komt CO2 uit, koolzuur. Dan houdt ze eigenlijk het soort kalk. Dat tongen ze dan in zeksjer. En dat jong dan naar Stolberg. Naar De koepvermeester, wie die zich noemt, en die maakt de messing. De zinkmijn heeft de Oudbaters veel welvaart gebracht. Maar in het kelmis van tegenwoordig is er nog maar heel weinig van terug te vingen. Het gebied waar de mijn wordt gevestigd is tegenwoordig toegeasfalteerd en er bevindt zich een aantal supermarkten en een tankstation op. Also die erden zijn hier geschmolten worden. Hier waren een grote oven en die erden die zijn in een beug worden die met kling locomotief en wheels wordt dat braad. Dat was het laboratorium. Ja, we kreeg dat als kleinkind, maar dat even met. Hè. Dat is dat huurt erbij. Ja. Zit er hier, wanneer nog hier kijkt. Hier wordt het laboratoire. Hier worden die ganze producten worden analyseerd. Want de VM is Vieille Montagne.
Ja, Vieille-Montagne, dat is een grote firma die nu nog existeert in Frankrijk. En die had erts afgebouwd. Ja? En dat kleehuis, dat wordt een baanhof. Dat is het duisterij. Hier wordt een avond. Hier wordt erts verbrand en gesmolten. Boe, ik ben hier opgewassen. Voor mij is dat normaliteit. He, dat is, als ik geboren word, 2 jaar daarna, had mijn pap dat geholpen. En voor mij is dat normaal. Ik had nog niet. Wenn andere das schön finden, ich finde es einfach mal normal. Ich finde, was ich darauf sagen soll. Ja. Natürlich schön, wenn es erhalten bleibt. Also wenn es nicht aufgeregt wird. Ja. Ihr habt. Het dorp Moresnet. Daaromheen ligt een gemeente, de gemeente Moresnet. Toen ze het neutrale gebied gingen maken, lag dat in de gemeente Moresnet, maar het dorp Moresnet lag er weer net buiten. Vervolgens kwamen er ten zuiden van neutraal Moresnet ook nog een aantal huizen te liggen op Duits grondgebied. En dat gingen ze Pruisisch Moresnet noemen. En dat werd later het Neu Moresnet. Dus een van de veelgehoorde klachten in die tijd was dat mensen Moresnet niet konden vinden of dat ze in het verkeerde dorp terechtkwamen. Heel verwarrend allemaal. Iedere dag bezoeken toeristen het Drielandenpunt. Maar wij weten nog het van Neutraal Moresnet. Nee, waar komt dat vandaan? Is dat als Limburg, Zuid-Neutraal? Four borders. Oh, really? I didn't know that. What was the fourth? Moresnet, ik heb er nooit van gehoord. Neutraal Moresnet, dan wordt de route om de route straat. Ja, ik weet niet. Eierberg is ook. Zink, ja. Ja, de tijd van ons. Oerroer is wat het. Ook in Kellemis zelf bleek de kennis over haar geschiedenis niet actueel aanwezig. Gelukkig is er het Geultaalmuseum, waar nog van alles te vinden is over Neutraal Moresnet en over de zinkindustrie. Man spricht von Zink. Viele wissen gar nicht, was Zink ist. Ne? Komischerweise, auch von meiner Generation, ne? Die sagen Zink, ja Zink. Ah, Zink, aber die wissen gar nicht, was Zink ist. So, wir zeigen, was Zink ist und Zinkerze. Man kann es nicht glauben, ne? Wir hatten eine Grube, aber das war nicht das Gleiche wie diese Kohlegruben, die man immer von Lüttich, Charleroi oder in Deutschland, man sieht die am Fernsehen öfters. Man sieht diese Geschichte von diesen ganzen Grubenarbeiter öfters. Aber wir hatten gar nicht die gleiche Geschichte. Kohle war schwarz. Wir hatten eine Menge von Steinen, verschiedene Steine, die man finden muss. Man musste die kennen hier. Das war eine ganz andere Arbeit. Auch nicht so gefährlich, auch für die Gesundheit nicht so gefährlich. Aber trotzdem, das war eine ganz andere Art zu arbeiten. Het was een tijdelijke oplossing. Toen Moresnet ontstond, zeiden de twee regeringen in Berlijn en in Den Haag, die zeiden van dit regelen we binnenkort nog wel eens een keer. Nou ja, tijdelijke oplossingen duren meestal het allerlangste. En ook in dit geval heeft het inderdaad een eeuw bestaan. Omdat eigenlijk niemand wist van wat moeten we er nou mee aan en van wie moet het dan worden. Het was een landje dat per ongeluk is ontstaan, maar op een gegeven moment, doordat het al een tijd bestond, ook een eigen dynamiek kreeg en gewoon bleef. Aber das ist nur entstanden, weil sowohl die Preußen wie die Belgier und Niederländer das Gebiet haben, das die Grube haben wollten. Und dann hat man, was soll ich die Karte hier haben, um das
die Originalkarte. Kann ich Ihnen zeigen. Eigentlich war es, muss es nicht Minde-Moresnet heißen, aber das Gebiet unter der Franzosenzeit war mit Moresnet vereinigt worden. Und deswegen hat man immer von Minde-Moresnet gesprochen, aber da war Minde-Kelmis, Minde-Lagalamin. Een van de hoofdfiguren in de geschiedenis van Neutraal Moresnet wordt er bedrijfsarts van de zinkmijn, de latere loke-burgemeester en amateurhistoricus Dr. Wilhelm Molly. Dr. Molly was eigenlijk een soort vader des vaderlands voor Moresnet. Die kwam daar, hij was arts geweest op het slagveld, had een hoop ellende meegemaakt en ik denk dat hij best wel idealistisch was geworden daardoor. En hij zag in Moresnet een plek waarvan hij dacht, dat kan ik naar mijn hand zetten. Daar kan ik proberen een soort ideaal staatje van te maken. Het is klein genoeg om het te doen. Het is ook nog een soort onbeschreven blad. Dus hij heeft heel erg eraan getrokken om te zorgen dat het een zelfstandige, echte staat ging worden. En wat hem betreft zou de wereldvrede daar ook beginnen. Vandaar dat hij ook voorstelde dat Esperanto de nationale taal van Moresnet zou worden. De taal die vrede moest brengen. Begin 1900 geeft er uit Zuid-Frankrijk afkomstige Gustave Roy Franse les in Auken. En hier leerde hij er Dr. Molly kennen. Beiden waren geïnteresseerd in Esperanto. En in 1907 had Gustave Roy met zijn comité, wat toen had op de been was, met Dr. Molly en andere wakkelmers die dat het comité beelden noemen, in 1907 in een Schutse lokaal, dat was weer cultuurcentrum. En daar zijn ongeveer, dat zal wel eens vol, 350 man van Kelmes, die wat zugegen waren, wat de zaal gevuld had en zich dat die reden aangelusterd had. En op die manier wisten wat de Gustave Roy met de Molly voorhoudt. Wat was nu zijn idee? Die neutrale spraak, Esperanto, met de neutraliteit van Kelmes te verbinden. De uitgewerkte Esperanto-plannen houden ook in dat hiervoor speciale muziek wordt geschreven, zoals de Amikejo-mars. En in een select, dat select had ook een goede rol gespeeld, daar wordt het theater opgevoerd in Esperanto. Pri Esperanto kaj pri nia iama neutrala Moresneto, oni festos en mia vilaĝo la Lagalamin Kelmis, ducent jara existo. Das ist die Direktorwohnung und die besteht noch. Ja, was ist das jetzt? Das hat die Gemeinde gekauft. Momentan ist es leer, aber die wollten da Leute unterbringen. Aber das andere ist alles verschwunden. Hier sind noch ein paar Häuser im Bruch, aber sonst ist nicht mehr viel. Sie sehen den Tagebau, Sie sehen eine Art Mühle und die Villa ist drauf auch. Und die Villa fingen für den Kelmes zurück als das vervallen Parkhotel. Das war ein Royal-Ding, das war ein Vieh-Ding. Ja, meine Australien sind noch gekommen. Da waren Föhringer drin, Holländer. Dat is Jans onderkomen en die hebben dit nog een keer draaien de Hollander. We kunnen het niet verstoren, die jongen. Nadat Neutraal Moresnet ontstaat, is eigenlijk de eerste vraag die mensen zich moeten stellen in de hoofdsteden, in Berlijn en in Den Haag. Wat moeten we ermee? Hoe gaan we dat besturen? En toen hebben ze besloten om maar twee commissarissen aan te stellen en die moesten dat gebied dan gaan besturen. Alleen uiteindelijk wisten die ook niet precies wat ze moesten doen, want het was een nieuwe baan. Nooit had iemand ze verteld wat nou precies van ze verwacht werd. Dus wat je ziet is dat de burgemeester van Moresnet, of de burgemeester van Kelmis moet ik eigenlijk zeggen, dat die
uiteindelijk nog het meest in de melk te brokkelen heeft en dat die de meeste knopen doorhakt. En de burgemeester, die heeft als een soort burgemeester in oorlogstijd, zou je kunnen zeggen, heeft gezorgd dat het ook nog een beetje leefbaar bleef, dat gebied. En hier is werkelijk die periode waar de betrieb am wichtigste was. Met verschillende, deze bouw, dat is waar die zinköven waren. Sulfide erts konden ze überhaupt niet meer. Ze wisten ze niet wie ze met moeten omgaan. Dat kwam in 1850, wie eigenlijk de industrie, de industriële ontwikkeling dus van het zink, van het hoe moet ik dat zeggen? Het industriële zink, wat we nu kennen, dus waar ze de deksel mee maken, waar van alles mee gemaakt wordt, kunsten, walsen, daar kon ze van alles mee. Maar dat konden ze doen niet. Chemicus Jean-Jacques Denis uit Luik vroeg in 1805 bij Napoleon een concessie aan om op 8000 hectare metalen te mogen delven. En dat betrof het gebied rondom de gemeente Moresnet. Dat is een Jans procedure weer van de Denis. Die had dat ook onder andere. De Denis had dat ontdekt, had het toch weer ontwikkeld. En daar kroeg toe van de Napoleon de concessioen voor Jolen dan ook. Jolen van de Napoleon kroeg hij de concessioen voor de Aldeberes. Ik ben enorme bewonderaar geworden van Denis, de uitvinder, omdat die man was zijn tijd zo ontzettend ver vooruit. Hij geeft op een gegeven moment aan Napoleon geeft hij een bad gemaakt van zink uit Moresnet. Want hij wil van Napoleon wil niet een concessie krijgen om dat het zink te mogen delven en smelten. En daar zit een kacheltje aan vast dat het water automatisch verwarmt. Een thermische sifon. Nou, ik heb het opgezocht. De thermische sifon is eigenlijk pas 30 jaar later is die gepatenteerd door een Brit. Maar hij maakte dat gewoon, hij knutselde dat gewoon in elkaar alsof het niks is. Een man met ontzettend groot inzicht. Alleen een hele slechte zakenman. En uiteindelijk heeft hij van die groeven heeft hij best wel een puinhoop gemaakt. Omdat, ja, hij kon wel zink produceren, maar hij kon het voor geen meter verkopen. Denis war ein Lütticher und der hatte eine Konzession hier beantragt und erhalten in der Franzosenzeit, am 1805 oder 6, so was ähnliches ungefähr. Und er hatte dann schlechte Geschäfte gemacht, das war gerade am Ende der Regierung der Franzosen hier unter Napoleon. Und das hat dann ist sein Betrieb ist von einer Gruppe aus Lüttich, aber die in Brüssel wohnten, die Familie Mosselmann. Und die hat dann später die Gesellschaft der Vieille Montagne, die Société Anonyme des Mines de la Vieille Montagne. Aber Vieille Montagne kam von hier. Kelmis, ofwel La Calamine. De naam is afgeleid van het Latijnse woord voor zink. In 1816 bestond de bevolking uit 256 personen. En dit aantal wordt 100 jaar later uitgegroeid tot 2500. En dit geeft aan dat dit neutrale gebied een grote aantrekkingskracht houdt op de lui. Men zegt dat het mini-staatje ooit is ontstangen door onnozelheid. Maar is blijven bestaan door koppigheid. Ik heb heel erg lang gedacht dat er misschien toch een beetje opzet achter zou zitten. Achter de fouten in het verdrag van Wenen. Uiteindelijk heb ik die niet gevonden. Wat ik wel heb gevonden was dat er mensen... Ja, de secretaris was een bekende losbol, een man die veel achter de vrouwen aan zat. Dus ontstaande onnozelheid, ja dat klopt. En dan blijven bestaan door koppigheid, dat is absoluut ook waar. De Vieille Montagne, die stond eigenlijk dus... Er was wel productie, maar ze konden ze niet kwijt. Toen had die zich dus met Frans kapitaal engageerd. Hausmann architect, hè?
Der hat Paris neu gestaltet eigentlich. Rätestraße, die Infrastruktur war ganz verändert. Da kommen Blöck, wurde gebaut. Und die Dächer, die kommen alle mal das Mansardesystem. Und das war natürlich Segenplatte. Die haben ein System entwickelt bei der Vierje Montagne, dat die kon ze even aan een klinken. Het was goedkoop en het was, nou, laat ik zeggen, ohne Sucherei en eeuwig durend. Es war nicht mehr genug Erz da, um es weiter zu betreuen, aber wir haben noch immer Zink im Boden. Man könnte wieder eine Grube hier aufmachen, aber es lohnt sich leider nicht. Leider, zum Glück vielleicht auch von den Bewohnern. Aber das war zu früh für uns, dass alles aufgehört hat, dass die Vierje Montagne weg gewesen ist für den Tourismus. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg, dann dachte man, wieder aufbauen, wieder benutzen und nicht konservieren für Tourismus. So ist noch sehr wenig da. Man muss schon wissen, dass das Haus das war. Und das war für uns ein bisschen zu früh, aber wir möchten unsere Geschichte durch dieses neue Museum auch größer machen, besser erklären und ein bisschen für die Touristen auch zusammenfühlen, dass die Flora und die Fauna auch ein Begriff ist für die Leute mit Zink verbunden. Hier war es die richtige Gemeingrube. Hier ist 1800 in die 80 aufgegeben worden. Aber die haben wohl in der Umgegend einen Haufen kleinen Gruben da abgehaut. Die zweitgrößte war Schmalgraf. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, wo das ist. Wenn man unten an der Rokuskapelle, da geht ein Weg rauf. Und oben ist dann ein Rest von der zweitgrößten Grube Schmalgraf. Er zijn daar grenzen getrokken waar niemand zin in had en die uiteindelijk het leven van mensen ontzettend heeft beïnvloed anderhalve eeuw lang. En dat heeft uiteindelijk misschien ook wel een les voor ons opgeleverd. Vandaag de dag, grenzen zijn er nog steeds. Ze creëren een realiteit voor mensen en we moeten misschien eens goed kijken naar die grenzen of die nog wel zo relevant zijn binnen Europa. In de dachtiger jaren van de vorige eeuw wordt er een man, een zogenaamde Hollandse geoloog. En daar houdt er prachtige naam van jonkheer, dokter-ingenieur Paul de Wijkersloot van Weerdenstein. De pap van mij, die toen op Kamerig woonde, op Geinzee, die had hem man goed gekend. En daar houden we over een bon vivant, een prachtige man, een chique kleier met een grote auto. Maar wat de Paul de Wijkersloot gedaan houdt, dat houdt een geweldige idee. Hij zag namelijk die aardvuurkomens, zoals we die kennen van Morrisnet. Dat is allemaal leuk en aardig, maar die hand voor hier in Zuid-Limburg en met name in en rond Iepen, hand voor die oog. Sterker nog, de echte kern van die aardvuurkomens is hier bij ons in Iepen. En dat was natuurlijk zeker in de crisistijd, dachtiger jaren, natuurlijk het economisch geweldig goed nieuws. Toen zijn ze enorm gaan onderzoeken, allerhande geologen en boorlui. En zijn gaan kieken, had hij man misschien wel gelijk. En natuurlijk, daar zijn inderdaad ertsen gevonden, zink en lood en nog andere, bijvoorbeeld de bommerig. Maar ga niet van de hoeveelheid en de kwaliteit die er de Wijkersloot eigenlijk voor ogen houdt. Dat had de man zo gefrustreerd dat hij zich bij had gepakt in 1988 en naar Turkije is vertrokken. Evenwel, in de 80er jaren, wie Thermé 2000 is gebouwd in Valkenberg, toen zochten die onder andere naar thermisch water. Lekker warm, diep, thermisch water. En wat vingen die mannen door? Die vingen inderdaad die ertsen, schalenblenden en dat soort dingen. Zink en lood, zoals er de Wijkersloot dat inderdaad had vuurgesteld.
Dus de man had wat dat betreft, posthum, had het toch nog gelijk gekregen. Men verkennen van de andere kant heel vroeg zie je dat dat destijds toch niet duidelijk is geworden. Want wat wordt er gebeurd misschien? Dan houden ze zeker in dit tijd, houden ze misschien gans Iepen en omgeving, wij werden dat nog meer in Zuid-Limburg afgegraven. Met alle nadelige, onherstelbare gevolgen voor landschap, voor atmosfeer en met name de gezondheid van de mens. Maar die plannen waren weet. Die waren al zo weet dat ze een kabelbaan houden bedacht om het erts van Iepen gans naar Wilder te transporteren, kilometers weer. En met daar via het treinstation te distribueren naar de rest van het land of naar het buitenland toe. Het was de pastoor Aubrier in Iepen. Die zich op een gegeven moment daar heel kritisch over ging uitlaten. Dat had hij in 1935, had hij in het Natuurhistorisch Genootschap in Maastricht, kent ze nog nalezen, de vragen gesteld aan het gezelschap daar van wat gaat eigenlijk gebeuren? Ik huur dat er nog zink werd gezocht bij ons in het dorp. En ik zou dat geweldig vinden als dat gevonden werd. Maar lever niet te veel. Een klein beetje zink, geweldig, de hand voor de prachtige zinkviooltjes aan te danken. Maar wanneer dat te veel werd, dan hand voor te maken met industrieel afval. En dan ben ik bang dat al die prachtige planten, hoe er Heijmans het over had gehad en hoe alle botanici van Nederland nu komen kijken, allemaal vergoed van de aarde zullen verdwijnen. Van de pastoor Aubrier, daar is in Iepen nog een straat heen gewend. Mooi is net als op een gegeven moment echt een soort wildweststadje aan het worden midden in West-Europa. Er werd vreselijk veel gedronken, er waren prostituees, er werd gegokt, er werd van alles gedaan dat verboden was. Je ziet dat dan op een gegeven moment toch een soort beschavingsoffensief van de grond komt. En dat mensen zeggen van we willen dit tot een soort ander soort landje maken. Niet langer die vrijstaat, maar gewoon een echte staat. En daar heeft het uitgeven van postzegels en later het proberen het een Esperanto-staat te maken, heeft daar echt voor gezorgd, of althans ze probeerden ervoor te zorgen, dat het een echte staat werd. Ik was een spelkindraad, maar een spelkindraad was ook bergbouw geweest. Maar hier was de bergbouw nog teilweise in betrieb. Dat is had mich immer hoch interessiert. Und dann die Situation, Preußen wollte das Gebiet, wollte die Grube und das umliegende Gebiet haben und die Niederlande und nachher Belgien auch. Also das ist während 100 Jahre, den offiziellen Namen war Territoire Contesté de Moresnet. Contesté, also von jeder Seite wollten sie es haben. En het was geen groot bedrijf, het was een wichtige bedrijf wegen de groepen, dat is klaar. De Vrije Bretagne is een jaar of 10 geleden overgenomen door een nog grotere firma. Onder een andere naam existeert hier wel een weer. We hebben allemaal in de gezet kunnen lezen dat recentelijk dat de Vieille Montagne, dat die in het gebied rond Moresnet, ik geloof zeker bij de Schmalgraaf, wat een bekende mijn is, dat die er weer opnieuw gaan boren. Er was nog wel bekend dat er nog altijd interesse waren, die concessies die er nog altijd zijn, om die inderdaad te gelden te gaan maken. Dus het verhaal ertswinning had nog geen einde. De Eerste Wereldoorlog betekende het einde van neutraal Moresnet. Pruisje annexeerde het gebied en na de Eerste Wereldoorlog wordt neutraal Moresnet in 1919 met het verdrag van Versailles zonder veel tamtam definitief bij België aangehecht. De inwoners protesteerden niet. Integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat Moresnet had kunnen blijven bestaan als de Eerste Wereldoorlog er niet was geweest. Hadden ze wel dat land een beetje het had een echte staat moeten worden. Men had daar wel iets meer aan moeten doen. Zo'n vrijstaat, dat was een beetje sleets geworden na een eeuw. Dan hadden we het nog steeds gehad en hadden we een leuk mini-staatje in de achtertuin gehad. Gelukkig heeft men in Kelmis ingezien dat haar geschiedenis het vertellen waard is en dat er zoveel mogelijk bewaard moet blijven. En toen men erachter kwam, heeft men rondom de Viever, waarin vroeger de zinkerts wordt gewassen, een wandelgebied aangelegd.
met dat besef van die unieke historie is te laat gekomen. Veel u weten niet hoe het u vergeet. En veel inwoners van Kelmis interesseerden dat ook niet. Ze realiseren zich niet dat ze in een bijzondere driehoek wonen. Dat triangel, hè? Dat is ja een dreieck. Deze dreieck ging van Dreiländerpunkt direct naar Südwesten, dat was die grens tegen België, en Noord-Zuid, dat was die grens tegen Pruisen, maar dat was provisorisch. Maar dat provisorium had een jahrhundert geduurd. Een van de dingen die ik ontdekte tijdens het schrijven van het boek is dat mensen, doordat ze samen in Moresnet woonden, zich steeds meer een volk gingen voelen. Er woonden Duitsers, er woonden Nederlanders, er woonden Belgen. En dat bleven ze ook allemaal wel, maar ze hadden ook een soort tweede identiteit. Ze werden ook echt Moresnetter. En ik ontdekte dat, geef mensen grenzen. En ze worden een volk. Ze gaan zich ergens thuis voelen. En als Moresnet ons iets leert, dan is het dat mensen daar behoefte aan hebben schijnbaar.